tamelijk lang. Daar gaat Fignon man in beeld krijgen. Die eerder aan deze klim begonnen was. Waarom blijft de Franse televisie bij Fignon? Natuurlijk, omdat hij Fransman is. Maar is het niet leuk om de strijd om de gele trui op het ogenblik te zien? Hij pleurt hard door. Roach heeft steun gevonden van Hem's team, begrijp ik nu. En ook Jean-François Bernard komt in zijn omgeving. Vanwaar deze adoratie in beeld voor Fignon, vraag ik me af. Terwijl er waarschijnlijk een wisseling van de macht wat betreft de gele trui plaatsvindt. Want de man staat 12e slechts op toch een minuut of 17 van de gele trui. En speelt dus nu een ondergeschikte rol. Wat rijdt hij daarvoor naartoe? Hij komt af op. Hij komt af, Laven. Altijd nee. Josas. Josas pakt hij nu als eerste. Die mannen waren al eerder gelost. Vooraan en Van Kalster. Josas blijft achter, Van Kalster probeert het nog even. Er is een verschil van 1 minuut 30 tussen Delgado en Roche. Dus de Spanjaard van de ploeg van Christus heeft nog wat vaster, op dit moment althans, de gele trui om zijn schouders. En onze zuiderbuur, hij zit nog even in het tempo van de Parijzenaar. Van Kalster zei toen hij in Lourdes rondliep, misschien dat ik al even zo'n kerk binnen moet om te vragen of ik misschien naar Parijs mee mag doorrijden. Ik geloof zelfs dat hij uit Scherpenheuvel komt, dus wat dat betreft heeft hij niet te klagen. Die kan iedere dag op een processie. 1.30, inderdaad, Bernard bij Roos gekomen. En Delgado loopt stilaan uit met nog 6 bochten. En als dan achter deze mensen die slag bezig is, dan lijkt het mij toch zinvol, die hebben al gezegd, dat we dat eens gaan zien. Hoe staat het met Delgado? Gaat hij inderdaad zo hard? Het moet wel, gezien de tijdwind die hij boekt. Ja, ik vind het een blunder van de routine. Ik kan er niks aan doen. Ik vind het leuk om naar Fignon te kijken. En naar die BH ook, maar... Laat nou Delgado eens zien, jongens. En toch even een tegenvaller voor Herrera, dat hij dat offensief niet kon doorzetten. Een paar dagen geleden zei hij Dino over zijn vriend uit Colombia. Hij lijkt me niet zo sterk als in andere jaren. Nu toch wil die motor wel eens even gaan wachten. Het lijkt me een heel verstandig iets. En dan gaan we maar weer naar die opname van het CRW. Om die schakeling te overbruggen. Die heeft 3 minuten op Fuerte. 3.22 op Laven. 4.12 op Triquillon en Mas en 4.35 op Fignon. Terug bij Fuerte. Wat u zei dat hij op de tweede plaats rijdt. Goede wielrenner, een beetje laconiek rijdt hij daar tegen die berg op. Heeft al een paar keer ingehouden. Dat komt natuurlijk omdat zijn ploegmaat helemaal van voren rijdt. Niet vaak voorgekomen dat er zo'n dubbelslag is gemaakt hier. Van een toch onbetekenende ploeg in de Ronde van Frankrijk. Die dan hier zo gaat huishouden. Want let op, hè, die Van Kalster zit ook niet ver. Die gaan hier met 3 man bij de eerste 10 ongeveer komen. En zeker dagploegenklassement winnen. De renners zitten nu 5 uur
En 42 minuten op de fiets met nog 5 bochten voor de boel. Daar is Delgado. Daar wachten we op. Delgado gastreert Josas. En Delgado is dus op weg nu naar Pignon. Kijk eens wat een grote versnelling. Die man heeft macht. Is hij de nieuwe gele truidrager vandaag? En hebben we dan zo'n feestelijke tour dat we iedere dag gewoon van trui wisselen? Wat komt hier aan? Herrera. Herrera, ja. Dat was niet medegedeeld uit de koers. Het verschil zou 1,30 geweest zijn. En nu komt Herrera hier aan. En die rijdt dat gaatje dus weer dicht. En wie zit daarachter? Ja. Lijkt wel harmonica. Toen gaat het prachtig naar etappe. Heerlijk. Heerlijk dit. Je zou op zo'n klim zou je 20 camera's moeten hebben. Roche en Bernard. Achter deze mannen samen. Herrera laat Delgado. Die heeft de achterkant van het zadelteam. Eens kijken wat Pedro nu kan. Vier bochten. Heeft Delgado te maken met een inzinking? Of blijft hij in zijn tempo doorgaan? In ieder geval rijdt de Spanjaard in de vorm van zijn leven. In de Ronde van Spanje was hij nog vrij matig, vierde in het eindklassement. Maar toen al sprak hij over de Tour de France. Verlaat de ploeg waar hij nu voor rijdt, aan het eind van dit seizoen, en gaat in Spaanse dienst rijden. Het transferbedrag dat daarmee gemoeid is, is nooit bevestigd, maar men spreekt in Spanje van, let u wel, 1/13 miljoen. En Delgado is ongetwijfeld de man die de laatste dagen op alle volgers de beste indruk heeft gemaakt. Fuerte, de nummer 2. De achterstand van Roach met Bernard op Delgado Herrera is 1:43. Genoeg dus. Voor de gele trui voor Delgado. U begrijpt dat we het Chavez niet in beeld krijgen. We krijgen wel Zadrobilek in beeld. Die gepasseerd gaat worden door Herrera en Delgado. Die grote Oostenrijker. Die merkwaardig goed rijdt de laatste dagen. Ziet u het verschil tussen mensen en klimmers? Sí, eres el mejor Delgado. Hij is de beste. Langs die ploegleiderswagen. Delgado zal hier ook niet erg ontevreden over zijn. Dat Herrera zo rijdt. Het was te voorzien dat die twee zich hier op de Alp zouden vinden. Herrera met zijn vermogen om te versnellen, wat hij ook gedaan heeft. De groep Pignon. Met Van Kalster. Die ook keurig aankwam. En Gilles Mas die gepasseerd wordt, zo te zien. Jawel, Vilmas. En daar is nog Ciclion. Die gaat dus zo direct bijgehaald worden door Delgado en Herrera. Wat een heerlijke etappe is dit. En wat een heerlijke chaos in beeld, want we schieten van voor naar achter. De koploper niet in beeld.
Piccolo wordt bijgehaald door Herrera en Delgado. Daarvoor. Piccolo klampt aan, als hij dat kan. Dan moet je toch zoveel kracht hebben. Als dat kleine treintje langs ons. Nee, daar gaat Mas toch pas aan. Daar is Mas, ja. Mas is er nu aan. Nico Jong probeert het. Twee bochten dan. Twee grote bochten. En terug bij de nummer 2. Huerte. Etxabe. Die zal zo ongeveer in de buurt zijn van de finish. Federico Etxabe. De nummer 1, deze man, zijn kopman. Huerte, nummer 2, Antonio. En dan het geweldige duel dat uitgevochten tussen Herrera en Delgado. Die stormen nu naar voren. 56 kilo slechts weegt de flow. Daar komen ze bij. Pignon en Van Kalsen. Prachtig is dit. Zoiets kan je niet schrijven, zo'n stuk. Alles schuift door elkaar heen. Pignon ziet het. Probeert het. En Van Kalster gaat mee. Vaak als het warm is, lukt het hem. En nu Delgado, wat doe jij nu? Delgado houdt even afstand. Ja, hij verloor even het achterwiel van Herrera. Hij had er die twee inschoven. En dat kunnen pijnlijke meters zijn. Herrera nu ontketend. Pignon en Van Kalster mee in het wiel. Moeilijk moment voor de Spanjaard. Maar u ziet, het ontbreekt hem niet aan supporters. Toen wij hier naar boven klommen, waren al heel wat Spanjaarden hier gearriveerd. Maar Herrera en het treintje is weg. Hoe werd hij in beeld? Delgado weer. U weet, hij moet 1 minuut en 20 seconden goed maken op rood. Dat publiek daar. Maar hij heeft contact kwijt. Opvallend, daar waar Van Kalster doorgaat, hè. Hebben de Belgen op de nationale feestdag tenminste iets om te vieren? Is het niet Piccolo, dan is het Van Kalsten. Hierboven bij de finish wordt het tijd voor het Xavier. Lijkt het haast zo toe, die bekende drukte. Delgado komt op Van Kalsten. Die heeft toch moeten betalen. En, oh, misschakelen van Delgado. 2 keer misschakelen. Nog niet de goede versnelling. Pijnlijk moment voor de Spanjaard. Die foto wil ik hebben. 2 kilometer nog. Voor Delgado. Hier is de man die de etappe gaat winnen. Door de zoetemelkbocht. Het Xavier. De Spanjaard, die we niet in de klim hebben bezig zien. Die 40 kilometer voor de finish is gedemarreerd uit een grote kopgroep. Bereikt als eerste hier Alt-US. En de Spanjaarden gaan Hosanna. Wees daar zeker van. Kijk het aan. Wat een vreugde. Wat een vreugde. Gemiddelde van 34 kilometer. 243 meter voor zo'n bergetappe. Houdt het